over verteld, omdat mensen daar ook allemaal hun eigen mening over hebben. Maar ik geloof echt wel in de hogere macht, ik geloof in de universe. En yeah. Ik weet dat de universe mij altijd geeft wat ik nodig heb om mijn lessen te leren dat ik moet leren. En als je dat zo ziet ook, dan gaat het anders naar het leven kijken, gaat het ding aanvaren. Ik heb al heel veel vriendinnen gehad in mijn leven en nu ben ik samen met iemand dat ik echt van denk van, ik kan daar heel lang mee blijven, misschien zelfs met heel mijn leven. Maar zolang dat je niet leerde wat ik moest leren in die andere relaties, ja, krijg je hetzelfde op je pad terug. En ja, ik geloof dat alles in overvloed is en nu ik kijk zeer, maar op een zeer fijne manier naar de toekomst. Ik ga ook zeggen, op en hin, als ik werkte, ja, ik had zo, als ik 3 lezingen had op maand, was ik mega content. Ja. Maar nu, als ik mijn agenda bovenal, nu heb ik nog de volgende 2 weken iedere dag lezing. Ik heb januari, februari, maart, april ook al lezing, dus ik ben zelfstandig. Ja. Maar ik weet ergens dat ergens, doordat ik zoveel gewerkt heb in al die scholen, dat ik ergens een vast inkomen ook heb. Dus dat geeft mij ook wel wat rust. En, zo. En elke klant of extra persoon die bij mij individueel in begeleiding komt, is ook ergens een extra voor mij. Dus, en dan denk ik niet zo van, oh ja, ik haal wat geld sparen. Nee, bij mij is dat van, ik steek makkelijk 1000 euro per maand in Facebook gewoon om dingen te promoten, dat mensen mij leren kennen als mijn video's te zien. Dus het is misschien op die manier ook via Facebook dat kijk, dus je ziet, ik geloof in overvloed en ik verdien wel wat geld, maar ik doe veel geld op. Gewoon ook omdat, ik weet ook al die boeken, dat komt altijd bij de juiste mensen terecht. En er zijn heel veel mensen die stoppen met drinken zonder dat ze mij ooit zien. Dus dat is ook zo'n beetje beter. Dus, nee, ik ben in het ene ook. Ik zeg, ik ben heel lang mee geweest om zo een toffe partner naast mij te vinden. En ik heb dat nu en wij komen super overeen. En ik kijk er naar uit om misschien maar samen te wonen, om samen wat dingen te creëren. Dus eigenlijk, ik zie de toekomst zeer leuk tegemoet. Ja, en denkt u dat dat belangrijk is? Allee, of zou dat mensen aanraden om zo inderdaad in iets te geloven? Zo dat ze een soort van vertrouwen hebben dat. Dat wel gaat goed komen, zeg ik dat jij gelooft dan in de universe? Of ik weet niet hoe dat je het zou zelf definiëren in wat dat je gelooft? Maar, voor mij is echt wel, ik geloof echt wel ergens in God of zo. Ja. Ik geloof wel dat wij worden geleid, dat geloof ik wel. Maar, maar voor iedereen kan het anders zijn. Weet je wel, want je kunt geloven in je passie. Bijvoorbeeld als jij een mega voetballer bent en je speelt heel naar voetbal, als je dat recht houdt in het leven, zo weet je beter. Als jij muziek speelt en jij gelooft in de kracht van muziek. Allee, inderdaad, ik geloof dat we ergens nog wel vast nodig hebben. Yeah. De reden dat ik zo bezig ben geweest met God en al, is omdat, en dat is misschien ook ver om te begrijpen, maar als je weet dat God bestaat of zo, als je daarin gelooft, dan zijn je nooit meer alleen. Heel veel mensen gooien op met overtuiging zoals dat ik ben, van niemand begrijpt mij, niemand ziet mij graag. Maar als je weet dat God er is, en je kunt daar gewoon op intunen, op die energie als het ware, God houdt van ons. Echt wel, dat is een zin dat ooit een goede vriend van mij zegt, God houdt van u. Maar, en ik zeg zo, waarom zijn er dan oorlogen? Waarom, en weet wat hij zegt? Dat is niet God, dat zijn de mensen, zegt hij. En voor mij was dat heel interessant om dat te beseffen. Want het is inderdaad, het is niet God die die oorlogen doet. Het zijn wij als mens die dat onder elkaar doen. Ja. Dus wij stellen God verantwoordelijk voor zaken dat wij als mensen doen. En dat is ook iets dat ik geleerd heb. God is in mijn ogen, is ergens liefde, is een goede energie. En je kunt daar gewoon op intappen. En als je wilt, kun je dat doen. Maar ik zeg, het is niet zo, het is een heel proces geweest, dat leven. Dat is, ik ben veel naar de kerk geweest, en ik heb al die lessen gevolgd over boeddhisme. Ik ben al een paar keer naar Indonesië gegaan. En ik zie gewoon, ik leer heel veel van mensen. Als mensen echt super gelukkig zijn, dan kijk ik van, wat maakt hen zo gelukkig? En een van de zaken die ik ook ontdekt heb, is dankbaarheid, energie. Dus dankbaar zijn voor het leven. En wij als mensen hebben de neiging om snel in onze frustratie te denken aan hetgeen dat er niet is. Of in angst tekort. Maar ik ben super dankbaar voor het leven. Ik ben dankbaar voor wie dat ik ben in mijn leven, voor wat ik al gedaan heb, voor wat er nog gaat komen, voor mijn vriendin, voor mijn ouders. Het is ook niet allemaal op 1, 2, 3, maar ik geloof dat we altijd vanuit frustratie naar dankbaarheid kunnen gaan. En dat is, maar het is werken aan jezelf. Hè. Mensen denken dat dat vanzelf gaat, maar dat is niet zo. En heel veel mensen weten dat ook niet, maar ik heb superveel, s'avonds als ik alleen thuis was of zo, als ik alleen was, dan keek ik soms 2-3 uur naar documentaires over het leven, over voeding, over boeddhisme, over documentaire biografieën. Ik heb vaak gekeken omdat ik dat gewoon interessant vind. En als mensen succesvol worden, is dat vaak omdat er ergens een, zit er ergens een systeem in. Ja. Het is niet zo van, ze zijn toevallig succesvol geworden.
Nee, dat zijn mensen die, en ik Justin Bieber, dat vind ik ook ergens een goed voorbeeld. Ja. Heel veel mensen hebben daar een mening over, een oordeel, maar die gast die nu werkt, die valt keihard werkt. Op zijn 6 jaar was hij gitaar aan het spelen op straat, was hij zijn passie aan het volgen en hij zo ergens opgepikt door de wereld. Maar je komt niet zomaar ergens. En dat is soms iets wat jongen soms denken wel, van, of ook volwassen, ah, ik ga je aan iets beginnen en het gaat zo lukken. Ik heb echt heel veel tijd en energie al in de beste beslissingen in mijn organisatie gestoken. Allee, in het begin was dat echt iedere dag. En nu zit ik ergens in een positie dat ik sinds 2 jaar dat ik zo wat minder kan werken en eigenlijk vooral de dingen ook kan doen dat ik echt wil doen. Alhoewel, ik heb vandaag een mail ook gehad van, kun jij lezing geven voor een bepaalde groep? En ik had gezegd, ja, ik vraag zoveel en ze zeiden, nou, we kunnen dat niet betalen. Gaat dat waarschijnlijk niet doen dan? Ik zei, ja, geen probleem, ik wil het wel een keer doen, omdat ik ook ik voel dat ik dat wil doen. En ja, ik kan echt doen wat ik wil, maar ik heb echt super, super veel werk. Ik heb honderden blogs online staan, ik heb honderden films online staan. Hey, dat is niet allemaal zo van, hey, ik ga alcoholcoach worden en hey, laten we de wereld inspireren. Dan, ik heb er heel veel voor gedaan, ik ben naar school gegaan, ik heb dokters allemaal opgebeld, gaan prospecteren, al die boeken geschreven. Ik heb daar veel tijd in energie gestoken en het is daarom dat ik ergens sta waar ik vandaag sta. Maar ook altijd, ik ben altijd met mij als persoon bezig geweest. En heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een bedrijf of een onderneming en steken al die tijd in dat bedrijf en die onderneming. Ik geloof dat mijn onderneming een reflectie is van wie dat ik ben. Dus ik steek veel tijd en energie in mezelf en dan uitzicht dat ook in de buitenwereld. Ja. En je zegt inderdaad dat je zoveel mogelijk wilt leren en dat je super leergierig bent. En dat je nu ook liever bij jaren super veel geleerd hebt om te komen waar je komt. En zijn er dan dingen waarvan dat je nu nog wilt leren, of allee, concrete dingen dat je nu mee bezig bent met leren? Nee, nu zit ik eigenlijk zo in een fase dat, weet je, ik heb zo 3 maanden geleden of 4 maanden geleden, juist een dag voordat ik mijn vriendin leer ken, is het bij mij zo'n handspuzzel in één van zo, ik had het echt vrij moeilijk en ook zelfs zodanig ver dat ik echt uit het leven wou stappen, omdat ik echt niet meer zag zitten. Ik had zoveel pijn en verdriet in mij, ik raakte daar niet uit. Ik heb toen ook letterlijk afscheidsbrieven geschreven naar mijn familie, naar mijn vrienden. En eigenlijk door dat te doen, kon ik eigenlijk de absurditeit ervan inzien van dat ik uit het leven zou stappen, omdat ik zoveel mensen heb dat ik graag zie. En, maar dat was zo recent dan? Ja, 3 of 4 maanden geleden was dat. Wel, dat was, en ik heb daar ook nog veel, ik heb daar ook allemaal functies van gemaakt. Maar dat was voor mij, ja, en daar is er echt iets geshift in mij. Waarom? Omdat je dan de absurditeit kon inzien van oké, uit het leven stappen voor zoiets dwaas. Hè. Ik had, het was vooruitgelopen met iemand en zo. En dan opeens kon ik zo zien van hé, dat is echt niet, dat is niet nodig. Ja, ook omdat ik zoiets had van hé, ho, doe ik je normaal, dat is één fase in je leven en dan ga ik er wel uit. En wat is er eigenlijk dan gebeurd, dat is ook omdat, ik heb altijd zo'n neiging gehad om toch dingen te controleren. En eigenlijk heb ik toen beseft ook van, ik krijg geen controle over het leven, niets van controle. Maar dat is echt, dat is moeilijk om uit te leggen, maar dat is, als je dat weet en je voelt dat je niets onder controle hebt, ze zijn eigenlijk veel, we zijn vrij op je mak. Want wat er ook gebeurt, het is toch oké. Yeah. Ze hebben hier al een paar keer mijn fiets gestolen. Oké, ja, best goed. Hè. Stel dat ik er zo binnenkom, ze hebben mijn ijs leeg gehaald. Oké, vind je dat wijs? Nee, maar is dat een drama? Is dat een drama? Nee. Als ze al mijn boek stelen, fantastisch. Mensen aan die boek lezen, gaan misschien stop met drinken. Hey, dus, dat is iets dat ik geleerd heb, maar ik wil ook nog zeggen, ik heb heel veel geleerd in mijn leven, dat is vrij goed, maar ik heb ook heel veel gedaan. Dus, bijvoorbeeld, ik woonde in het huis van mijn ouders vroeger en ik betaalde die huur, maar iets mindere huur dan dat ik moest doen. Yeah. En ik voel me daar nooit echt goed bij, omdat ik mij ergens afhankelijk voel. Dus wat ik gedaan op een dag, ik heb gezegd aan mijn ouders, dank wel dat ik daar mag wonen, maar ik ga daar weggaan. En zij, waarom? Ja, omdat ik eigenlijk iets van mezelf wil, dan heb je dat appartement gekocht. En ik heb heel veel dingen gedaan. En dat is iets dat heel veel mensen, dat is eigenlijk, je kunt heel veel leren, en dat is vrij goed, ik heb veel geleerd. Maar je moet ook je kennis dat het omzetten in daden. Ja. En dat is iets dat ik de voorbije jaren enorm veel gedaan heb. 2 jaar geleden ben ik naar die therapeut beginnen gaan. En die zei tegen mij, Michael, ik weet dat je eenzaam voelt. En ik zei, ja, dat is waar. Wel, waarom deel dat je niet met de wereld? Hè? In plaats van altijd die films dat leven fantastisch is. En waarom deel dat niet? Ik zei, zot zeker, maar al die mensen en al. En die, hè, zo, kijk, hè, doe dat en dan ga je wel. Boom, ik had het online gezet en opeens inderdaad iedereen van, oh, fantastisch.
Iets dat ik mij vaak veel voor schaamde, als ik veel zat was, ging ik vaak zo naar de hoer, naar de prostituees en zo. En ik heb daar heel veel voor geschaamd. Maar ik heb daar een half jaar, één of jaar, denk ik, daar gewoon een film van online zet. Dat was ook zo mega weer deelt en al, maar dat was zo, dat heeft mij ergens ook bevrijd. Waarom? Dat ik mij niet meer schaamde voor de zaken die ik in mijn ogen verkeerd had gedaan. En dus ik heb heel veel geleerd hoe dat je eigenlijk jezelf kon bevrijden. Maar je moet het dan ook doen, maar je moet de guts hebben om het te doen. Ja. Hey, ik heb een brief naar mijn ouders geschreven dat ik echt dacht van als die een brief lezen, gaan ze mij onterven. Ik heb ze afgegeven. Maar ook omdat mijn waarheid belangrijk was dan wat er ook gebeurt. Stel dat ze mij zouden onterven, maakt niet uit, omdat mijn waarheid heeft recht van bestaan. Ja. Maar dus ik heb heel veel, in die 6 jaar heb ik heel veel stappen genomen. Bijvoorbeeld zelfstandig geworden. Hey, ik ben mijn batterij is bijna leeg, maar bon, een half uur is niet slecht. Hè. En ik had een job als verkoper. Ik heb dat achter mij gedaan om zelfstandig te worden. Ja. Ik heb dan een andere job gehad, waar ik eigenlijk super bezig was. Maar omdat ik voelde dat ik iets met mijn alcoholverhaal wilde doen, heb ik daar weer gestopt. En ik verdiende echt, ik was 26 jaar, ik had daar soms maanden dat ik 7.000-8.000 euro verdiende. En dat was, dat is crazy veel voor een 26 jaar. En ik zei zo van, ik ga ermee stoppen omdat ik mijn passie in de wereld wil zetten. Mm. En dat is iets dat ik heb ergens altijd zoiets van, kijk, ik doe het. En we zien wel wat er gebeurt. Yeah. En uit elke ervaring ga ik wel iets leren. En dat is iets dat ik heel verschillend mee ben dan heel veel mensen. De meeste mensen wachten en ze wachten nog. Ah, ze willen een appartement duren. Ah, we gaan nog wel wachten. Ah, dat is nog niet goed. We gaan nog wel wachten. En een van de grootste belemmeringen is vaak geld. Maar geld is ook energie. En heel vaak zijn mensen van, ik ga dat doen als ik genoeg geld heb, ik ga dat doen als ik dat geld heb. Maar eigenlijk moet je altijd de vraag stellen, en dan weet je wat je echt wilt doen, is stel dat geld geen probleem zou zijn, wat zou je echt willen doen? En als je die vraag stelt en het antwoord dat dan komt, dan weet je dat. Ja.